ging de hemel open, die ons held ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet? Laat de citer slaan, laat de fluiten aan, laat de trom, horen. Ben Dubbeldam, winkelstraatmanager op de Noorderslaan. Wat gaat er vanmiddag gebeuren? Eigenlijk een heel klein feestje. De stempelactie, waarbij je heel de wijk aan mee kunnen doen. Dat is vandaag de trekking van. En dat wordt gedaan door wethouder Ruseler. Winnen, 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 alsmaar winnen? Nou ja, eigenlijk wel. Er zijn 10 mooie prijzen. 8 waardebonnen, een schitterende elektrische fiets en een grote televisie. Ja, ik zou wel willen winnen hoor. Ik laat mijn fiets wel hier staan. Even terugkijken het afgelopen jaar, Noorderslaan. Hoe is het gegaan? Ja, fantastisch eigenlijk. Iedereen weet in Noorderslaan te vinden. We zijn heel blij met de nieuwe feestverlichting die net is aangelegd. En het is gezellig, het is schoon, de sfeer is altijd goed. Geen leegstand, fijne winkeliers, fijn publiek. Ja, prima. €50 Nou, nee. Geweldig! Wethouder Duncan Ruseler, u bent van de financiën, maar u bent ook in voor loterijen, wedstrijden, bingo-partijen, zeg het maar. Het college is te boeken voor feesten, partijen en allerlei gelukswensen, dus ja. Hoe hebben jullie teruggekeken op de afgelopen donderdagavond? Nou, dat was echt mooi. Ik had het geluk dat we overdag deden we de kerstpakketten zeg maar, voor het personeel. Dus dat was heel erg fijn, want dan sta je met allemaal collega's te praten. Daarna nog een kerstborrel. Vervolgens met de burgemeester mee naar de Koenmarkt om de kerstmarkt te openen. Die daar georganiseerd is door Nico Sterrenberg, de man van de oliebollen. Geweldig, dat doet hij voor het goede doel. Heeft hij in 2 weken uit de grond gestampt. En daarna dan nog op een hele afgeladen grote markt oliebollen uitdelen, chocomel uitdelen en de lichtjes ontsteken. Even een clichétje. Ja, er zijn mensen die hebben het niet goed. Die hebben geen leuke kerst. Wat zou je hen willen toewensen? Nou ja, in ieder geval heel veel geluk, heel veel gezondheid en ook een beetje voorspoed en liefde voor het volgende jaar. Gerard de Kok, Noorderslaan. Wat ga je doen vanmiddag, Gerard? Je ziet er zo mooi uit. Nou, luister, ik ben speciaal in Dikkens kleding gekomen hier in Noorderslaan. Om toch wat te laten zien, want de Dikkens tijd is natuurlijk enorm veel nieuwsgierig om wat er allemaal gaat gebeuren. Ik ga dus de trekking houden van de Noorderslaan eigenlijk. 8 waardebonnen van €50. Een prachtig mooie tv en een enorm mooie fiets. Die gaan we dus even trekken straks. En dat allemaal vanwege de... Dus ze hebben dus een zegelactie gehad uiteindelijk, of een stempelactie, laat ik zo zeggen. En dan moesten de mensen 6 verschillende zaken eigenlijk, dan moesten ze op de stempel halen. En daar krijgen ze een prijs van. En dat zit momenteel in die ton en die trekken we er straks even uit. En als je de gelukkige winnaar bent, dan is het voor elkaar. Hè?